Wat heb je nodig? Je hebt 3 stukjes stof van 10 bij 10 centimeter nodig. En we hebben een stukje strijkvlieselien nodig om de stofjes te verstevigen. Hier heb ik al 2 stukjes ingezet van ongeveer 8 bij 8 centimeter. En deze moeten wij nog doen. Dus ik leg deze 2 even aan de kant. Hier is ongeveer een stukje van 8 bij 8 centimeter. Je hebt 1 kant, een glanzende kant. En je hebt een matte kant. De glanzende kant is de lijmkant. En die leggen we op het werk tegen de verkeerde kant van je stofje. Dus dit is de verkeerde kant en dit is de goede kant. We leggen ongeveer het midden. Komt niet op de centimeter, op de millimeter aan. Maar even netjes leggen en dan strijken met een warm strijkijzer. Zorg ervoor dat je niet met stoom werkt. Want lijm wat nat wordt, dat plakt niet. Door de warmte van het strijkijzer wordt het lijm geactiveerd. Waardoor het gaat vastplakken aan de stof. Goed, we hebben dus 3 stukjes van 10 bij 10 centimeter stof. Alle 3 voorzien van een stukje strijkvlieseline. Nou zijn deze 2 stofjes gelijk van print en deze is anders. Dus met deze gaan we beginnen. We gaan ervoor zorgen dat deze in een punt gevouwen wordt. Zo. Dan doe je even vingerstrijken, zoals wij dat mooi noemen. Strijk je even de vouw er een beetje in. We gaan nu 1 van de stukjes erbij pakken waarvan de printjes gelijk zijn. En dan leggen wij dat driehoekje in het hoekje. Zo, dat hij ongeveer mooi langs de randjes loopt. Dan zet ik even voor mezelf een speldje erin, zodat hij niet meer kan bewegen. En dan pak ik de 2e stofje erbij. Dit is de goede kant van de stof. Dit is de goede kant van de stof. Wat doe ik? Ik draai hem om. Dat hij met de verkeerde kant naar boven gaat. En de goede kant naar het werk toe. En die leg ik met de randjes netjes mee. Die speld ik vervolgens hier en daar even vast. Zodat hij straks met naaien mooi gaat lopen. Dat het niet gaat wiebelen, zoals we het wel eens noemen. Zo. Hier zet ik ook nog even een speldje. En hier een speldje erin. En hier eentje. Dit gebied zit een driehoekje. Deze of aan deze kant hou je een opening vrij, die naai je niet. Die heb je straks nodig om te keren. Oké, we gaan nu dus naaien. En zoals ik net ook gezegd had, dit is het hoekje waar die vast zit. Waar het driehoekje in zit. Dus daar gaan we gewoon een recht stuk door naaien. En we gaan waarschijnlijk hier denk ik even een stukje open houden. Ik hou de stof gelijk aan het voetrandje hier. Ik zet mijn naald erin. En wat je nu gaat doen is eerst even een 2 steken vooruit. En dan 2 steken achteruit. 1, 2. En hiermee zet je het draadje vast. En dan ga je rustig aan. Even mijn naaldje eruit halen. Die bleef hangen, voelde ik. Kom op, jong. Daar. En rustig aan naar de hoek toe. Met de steekafstand die je machine heeft. Ik heb 2,5 mm staan. Dat is een mooie afstand om het steekje erin te zetten. En dan blijft hij ook goed gesloten. Speldje eruit. Nooit over je naaldjes heen naaien. Want dan gaat je naaimachine naald naar de knoppen. En als je pech hebt, nog meer in je machine. Draaien. Dit was het kantje waar we een opening gaan houden. Dus ik ga ongeveer hier stoppen. Ga ik even 1 keer terug. 2 keer. 2 keer vooruit. Voetje, naaldje eruit. Voetje omhoog. Even een beetje aan het trekken dat je wat ruimte hebt.
iets verder. En dan schuif je even een stukje op. Ik haal even mijn naaldje eruit. En dan hecht ik ongeveer hier weer aan. Voetje laat zakken, naaldje erin. 1, 2 steekjes, even 2 steekjes achteruit. Dat doe je met de return knop. Nou zet je draadje weer vast en dan ga je weer vooruit naaien. En nu naai je het laatste stukje rond. Dan ga je weer om. Voetje laat zakken weer. En ga je door naar de hoek hier. Daar waar we gestart zijn. Ik draai hem altijd even door. Ik ga even over het oude lijntje een paar steekjes. En dan ga ik een paar steekjes terug. En dan haal je het werkje eronder uit. Goed, we gaan nu dus de hoekjes eraf knippen. Zodat als je straks gaat keren, dat je er niet zo prop in de hoek gaat krijgen. Daarom knippen we de hoekjes eraf. Zo, ik heb alle vier de hoekjes eraf geknipt. Dan gaan we nu binnenste buiten keren. En zo. Nou, ik heb dus de hoekjes redelijk goed eruit geduwd. En dan ga je langs het randje nog eens stikken. En als je dan hier die opening hebt van te keren, dan zorg je ervoor dat je die even goed slot strak strijkt. En dan kan je er zo overheen. Dan is die gelijk dicht. Nou zet ik mijn voetje met het binnenkant van het voetje langs het randje van het stofje. En dan zet ik de naald erin. En nu ga ik hier langs stikken. Dan daarheen, daar langs, daar langs. En dat doe je rustig aan. Niet te snel. Ga ik even kijken of ik er al ben met draaien. Nee, ik moet nog even een paar steekjes. Even draaien. Kijk, nou ben ik er precies weer. Dus ga ik hier verder. Kijken of ik kan draaien. Ja. Ga ik weer die kant op. Gaan we weer kijken als we draaien. Nee, ik moet nog een klein stukje verder. Nou even kijken. Dat is regel. Nu gaan we het laatste stukje naaien. En dat is de opening waarin je het werk gekeerd hebt. Die maak je nu gelijk mee dicht. Zo. Door naar het einde. En dan daar even voor zitten, dan dat je precies in de naad zit van de start. Want dan kan je even hier 2-3 steekjes naar voren. En 2 steekjes naar achter en 2 naar voren. En dan kan je hem gaan afhechten. En dan is je boekenhoekje klaar. Gaan we even de draadjes trimmen. Dus de draadjes weghalen, de overige draadjes. Hier is het boekenhoekje. Nog even goed strijken. Nou zijn de boekenhoekjes klaar. Die hebben we net samen gemaakt. Die had ik al gemaakt. En dan als je kindje klaar is met lezen en niet wil vergeten waar die is gebleven, dan heb je wel zo'n mooi dingetje erin. Maar ben ik dan links of rechts gebleven? Nou, dan pak je boekenhoekje. En dan zet je eromheen. Aan die kant ben je gebleven. Dan doe je boek dicht. En zet je boekenhoekje ertussen.